In dit vak behandelen we 7 verschillende programmeertalen. Het is nuttig om te zien welke programmeertalen er daadwerkelijk vaak gebruikt worden. Daarvoor kijken we eerst naar de TOB-index. Die is gebaseerd op het aantal hits op search queries die je krijgt als je zoekt op een bepaalde taal. Als we de index bekijken, zien we dat Java, C en Python de top 3 zitten. En C++ vinden we hier op plek 4. Andere talen hieronder. Een andere index is de Popularity of Programming Languages Index. Deze is gebaseerd op het aantal search queries die worden gedaan op een bepaalde taal. En dat wordt getrackt aan de hand van Google Trends. Bij deze index zien we Python op plek 1, Java 2 en JavaScript op 3. En C, C++ vinden we terug op plek 4, plek 6, sorry. En de laatste index is Redmonk. Deze is gebaseerd op het gebruik van GitHub en het aantal discussies die op Stack Overflow tevoorschijn komen. De top 3 hier is JavaScript, Python en Java. En C++ vinden we op plek 6.